is inderdaad een Wally. Ik kom even aan boord bij. Ik even gaan testen en dan ga ik hij erachter en dan kijk ik even de GPS even hoe hard dat ding kan. Je mag voor mij ook gewoon even. Vind je het oké om eventjes maximaal te varen? Durf je dat aan? Ja, het is rustig water. Zorg even dat je een vrije route pakt die kant op. Dus niet hier, maar die kant op. Een vrije route en zo ver mogelijk bij andere schepen wegblijft. Ik vaar een beetje schuin achter je en ik wil wel even zien dat je dan echt ook de gashendel plat hebt liggen. Ja, we kiezen maar het vrije water en vol gas. Jo, dankjewel. Er zit er of een begrenzer op het apparaat. De motor die je hebt, die zou veel meer vermogen moeten leveren. Je hebt geen verstand van. Nee, maar kijk, als hij vaart zoals hij nu vaart. Je hebt er ook aardig wat water in staan. Maar als hij vaart zoals hij nu vaart, is dat voor ons hartstikke goed. Alleen, jij hebt een 8 pk Honda. Ja, die zou echt veel meer vermogen moeten kunnen hebben dan wat hij nu doet. Maar ja, dan nog, hij zou meer moeten kunnen. Want je vaart nu 10 km per uur. Ja. Je mag 20 als je 16 bent. Ja. Hoe oud ben je? 12. Dan ben je nog geen 16, dan mag je 13 km per uur. Mag ik heel even onder je kap kijken? Van je boot? Ik wil niet voor de kap trappen. Nee, dat zal mij wel lukken, denk ik. Nee, er is niks aan de hand. Althans, misschien heb je het wel gedaan, maar dan heb ik het in ieder geval niet gezien. Het is wel heel aangehouden. Zeg je? Ja, dat komt omdat die combinatie. Die maakt dat het lijkt alsof het een snelle motorboot is, snap je? Even fijne dag genieten van. Hoi, goeiedag. Joost Meijnaert. Rijksbuurtje en naar Den Haag. Hoi. Zou ik even het vaderwijs mogen zien? Nou ja, daar komen een paar zaken tegen. Dus je krijgt wel PV voor het snelvaren in de Fargo. Ik heb je op 40 staan. Ik geef je een bekeuring. Hoeveel? 40, 30, 30. Deze gaat geen 40, hoor. Tot levensdagen niet. Dat gaat echt niet. En als, je mag nu gaan varen. Je komt niet boven de 23, want de motor slaat uit. Ik heb gisteren nog gesproken met de boterman, omdat het ding dus gewoon niet scoort. Omdat hij dus gewoon elke keer, als ik boven de 20 kom, 22, dan trakt hij in en dan slaat hij uit. En waar lees je dat af? Die is echt bijna gelijk met deze. Dit is mijn GPS. Ja, nee, die GPS die is natuurlijk altijd accuraat. Ja, dat durf ik, ik doe hem driedubbel betalen als jij boven de 5 bent. Ik heb mijn camera staan. Ik ga terugwijzen en ik ga mijn camera even eiken met GPS. Ik doe het niet op mijn lul te doen, maar ben ik serieus? Als jij het voor elkaar krijgt, ik wil drie keer moeten betalen. Ik ga even het een en ander terugkijken en ik ga eventjes kijken wat mijn boot GPS doet. Ik zou echt, ik nodig je uit, je mag het gewoon doen. Ja, maar ik kan het zelf van ons kijken. Slaat helemaal dood. We hebben camerabeelden bijlopen, we hebben GPS bijlopen, dus dat moet op de beelden helemaal keurig te zien zijn. Oké, nou, succes met de boot en succes met de terugvaart. Doet hij wel rustig aan en houdt vooral echt ook op de knalen gewoon lekker negen. Dan wens ik u verder een behouden vaart. Ja, en succes. Dankjewel. Hoi. Gaat hij er nou gewoon voor langs? Ja. Die gaan we even aanspreken. Hallo. Hallo. Die pont die gaat uitvaren. Wie heeft de voorrang? Pont. Ja, waarom geef je hem dan geen voorrang? Nou, aan de kant, ja. Nee, hij was al aan het varen. Ja, dat hebben wij niet gezien. Nee, maar wij wel. Okay. Sterker nog, het ging wel uit rekening met jullie.
Maar hij was al aan het varen en jullie blijven gauw stoofzijns doorvaren. Die pont heeft gauw voorrang, moet je gewoon achterlangs. Nooit voorlangs. Oké. Okay. Goed. Dus volgende keer. Ja, we zullen erin. Achter de pont langs. Ja. Niet ervoor. Ja? Ja hoor. Hoi hoi. En ook geen bier drinken, hè, onderweg. Ja, ik zag het.